Nou, stroomgebiedsbrede systeemanalyse, ook afgekort als CESA, is eigenlijk een voortbouwen op de ecologische sleutelfactor methodiek die ik in dit plaatje probeer te laten zien, waarbij je vooral kijkt binnen de ecologische sleutelfactoren naar wat zijn dan die sleutelfactoren en wat is het effect op de organismen binnen het waterlichaam en zijn directe oevers. Wat ons gevraagd is om een systeemanalyse te ontwikkelen die verder gaat en kijkt naar de relevantie, maar vooral de samenhang van de stressoren en de ecologische processen op stroomgebiedsniveau, dus op het hele waterbeheereenheid of polder of beekstroomgebied. En wat we eraan toevoegen is dat we ook kijken naar de bronnen. Waar zit nu de oorzaak van de stress? Daarmee bouwen we eigenlijk de ecologische sleutelfactoren uit naar een totale ecologisch systeembenadering. En gelijktijdig maken we die benadering vergelijkbaar tussen stromend en stilstaand water. En zorgen we dat alleen de relevant, ecologisch relevante parameters in het systeem zitten. En daarmee denken we dat we een soort ESF 2, zoals Bas van der Wal zo mooi verwoordde, versie V2 creëren. Dat is het idee achter de CESA-methodiek. En wat daarbij belangrijk is, is dat die wetenschappelijk onderbouwd is. Hij is gestructureerd naar het 5S-model. Daarmee krijgen we een hiërarchische samenhang tussen de factoren die erin zitten. En hij speelt over 4 schaalniveaus. Namelijk het macrosysteem, oftewel het hele stroomgebied, inclusief van eigenlijk van de geologische ondergrond tot boven het stroomgebied. In het stroomgebied zelf, het oppervlak en afstromingen, en de ondiepe afstromingen, de bufferzone, dat is echt typisch zo'n beekwoord, maar dat is de zone rondom een waterlichaam, en dat kan ook de moeraszone rond het meer zijn, of de oeverzones van een sloot. En het waterlichaam zelf, dus het oppervlaktewater zelf, de waterkolom of de watermassa. Het eerste belangrijke stap in die CESA is dat we op zoek gaan naar de bron van de stressoren. Hier zien we datzelfde oppervlaktewater. En wij onderscheiden in de bronnen van de stressoren de diffuse bronnen. En daarbij is landgebruik de belangrijkste. En dat landbouw daar een grote rol in speelt en daarom weer de koetjes staan, dat mag duidelijk zijn. We kijken naar puntbronnen. Alle puntbronnen, ik noem er hier 3, de rioolwaterzuiveringsinstallatie is nogal een belangrijke puntbron. Overstorten, industriële lozingen, maar er is nog een hele waslijst meer die daarin zit. En wat wij interne bronnen noemen, een beetje een vreemd woord voor interne factoren, maar dat zijn dan de systeemvoorwaarden, de hydrologische, morfologische, biologische en beheer- en onderhoudsparameters die samenhangen met de potentiële verstoring van het ecologisch functioneren van het systeem. Dat kunnen temperatuur en licht zijn. Denk aan het kappen van een houtwal langs een beek. Dan komt er meer licht binnen en wordt het warmer. En zo zijn er een aantal factoren. Piekafvoeren, vorm van het water, manipulatie van soorten of het maaien van een watergang. Dat zijn allemaal ingrepen die stress leveren voor het watersysteem. En die in die CESA worden al die stressoren bij elkaar gebracht. En dan via de waterstromen, want water is toch de drager van de meeste van die stressoren, worden de chemische parameters, nutriënten, slip en toxicanten, vervoerd, vaak van de puntbronnen, van diffuse bronnen, naar de watergang. En in de morfologische en biologische zaken zitten in de watergang zelf. Nou, al die stressoren zelf, dus al die bronnen die stress leveren, die worden bij elkaar opgeteld. En dat levert een zogenaamde cumulatieve opgetelde abiotische stress, milieustress. Met andere woorden, in de CESA wordt alle stress die in je polder of in je stroomgebied aanwezig zijn, berekend, doorgerekend. En de mate van stress is eigenlijk de uitkomst van die berekening. Parallel daaraan kijken we naar wat die biologie vertelt. Daarvoor kijken we naar de indicatorwaarde van soorten. Soorten hebben een multidimensionale ruimte, dus soorten zijn niet met een tolerantiecurve gerelateerd aan één factor, maar soorten zijn gerelateerd aan meerdere factoren, geïllustreerd door dat bundeltje meerdimensionale ruimte van die kleurenpijlen.
Daarvoor berekenen we de ecologische preferenties van de soorten. En de belangrijkste voor de invertebraten in ieder geval zijn hier genoemd, maar ook voor de planten, de vissen en de algen doen we dat. En dat leidt, die aanwezige soorten die in dat waterlichaam aanwezig zijn, die geven ons informatie over de zogenaamde cumulatieve, de opgetelde biotische stress. Hoeveel stress ondervindt de ecologie? Dus dan hebben we de milieustress en de ecologische stress. En die twee brengen we bij elkaar in verband, want die zouden één op één moeten zijn. Dan gaat het erom, uiteindelijk gaat het natuurlijk om in zo'n systeemanalyse, om tot maatregelen te komen. Daarvoor gebruiken we een realistisch streefbeeld. En een realistisch streefbeeld, oftewel een herstelpotentieel, dus wat willen we eigenlijk bereiken, is sterk afhankelijk van wat willen we dan bereiken, het streefbeeld, en wat kunnen we bereiken. En dat wordt door de soorten, de biologie en de omgeving bepaald. We beginnen met de referentielijst, dat is de klassieke referentiebeeld, natuurdoeltype of whatever je dat wil noemen, maar echt wat zou er kunnen zitten, maar dat is niet wat we na gaan streven. Daaruit zitten een aantal soorten die eigenlijk actueel in dat water wat we gaan herstellen zouden kunnen terugkomen of zouden zichzelf zouden kunnen versterken doordat de situatie beter wordt. Dus ze kunnen er al zijn, maar ze kunnen ook van buiten moeten komen. Ook dat rekenen we in CESA uit. Daarvoor gebruiken we de verspreidingsafstand en hier zien we weer voor de macro-invertebraten geïllustreerd. De soorten die er al zijn, die zitten in de 1 kilometer zone rondom dat waterlichaam. De soorten die waarschijnlijk wel terug kunnen keren als we herstellen, de maatregelen uitvoeren, die zitten in de 5 kilometer zone. En de soorten die misschien over langere termijn weer terugkomen in de 15 kilometer zone, daarbuiten denken wij niet dat die soorten voorlopig terugkomen. En voorlopig is dan de komende 15, 20 jaar. Dit geeft een beeld van de soorten die eigenlijk in ons streefbeeld passen, want als we nu iets doen, dan bereiken we in ieder geval de terugkeer of de versterking van de populaties van die soorten. En op basis van die soorten die we willen versterken of terug willen krijgen, rekenen we ook een ecologisch preferentiebeeld uit van die verschillende milieufactoren. En als je dan dat potentiële preferentiebeeld met het actuele vergelijkt, oftewel het actuele aftrekt van het potentiële, dan hou je de soorten over waarvoor we de stress zouden moeten verminderen en dat geeft ons informatie over welke milieufactoren moeten we in maatregelen aanpakken. Het doel is namelijk om die multiple stress die alle oppervlaktewateren in Nederland ondervinden, zoveel mogelijk bij de bronnen in samenhang aan te pakken. En dat doe je door naar die bronnen, naar die abiotische stressberekening te kijken, want die geeft ons indicatie over die bronnen. Maar het betekent ook dat we tegelijkertijd meerdere maatregelen moeten nemen, want we zijn altijd meerdere stressoren en elke stressor heeft vaak één of meerdere maatregelen. Dat is ook niet altijd waar. Het is veel beter om dan op te schalen, op hogere schaal maatregelen in te zetten en in te spelen op de systeemrandvoorwaarden. Dus het natuurlijkere functioneren van het systeem, eigenlijk het echte building with nature. Want dan maak je maatregelen die multiple stressoren gelijktijdig aanpakken. En dat is wat we doen. We maken pakketten van maatregelen die dit zouden kunnen bereiken. We doen ook enkelvoudige maatregelen, bijvoorbeeld alleen overstorten saneren. Die rekenen we allemaal door. Dat zijn allemaal scenario's. En dan krijgen we een resultaat uit het berekenmodel. En dat geeft eigenlijk een potentieel doelbereik aan per maatregelpakket. En dan bereiken we meer of in meer of mindere mate ons streefbeeld wat we neergezet hadden. En dat is iets wat dan voorgelegd kan worden aan bestuurders die beslissingen moeten nemen. En dan kunnen ze altijd kiezen voor dit soort stappen.